Visvoer en visziekte, vandaag video nummer 10 over de gatenziekte. Ook genoemd de zijlijnorgaanziekte. In het Engels is dat head and lateral line syndrome or erosion. Afgekort vandaag in de lezing HLLS. Ook spreken we dan over spironucleusparasieten, die werden vroeger hexamita genoemd. We gaan het hebben over de diagnose, de preventie en de behandeling van deze ziekte of probleem of syndroom bij onze zoetwater- en zeewatervissen. Wetenschap, onderzoek en ervaring hebben mij al vele jaren lessen geleerd. In 43 jaar dat ik werk in de siervishandel als importeur, exporteur of consultant, het heeft mij permanent laten zoeken naar de beste oplossingen om vissen gezond te houden. We weten ondertussen dat de vissen een immuunsysteem hebben, dat heel belangrijk is om zich te verdedigen tegen de mogelijke ziekteverwekkers aanwezig in het aquarium of in het visvoer. Een voer kan helpen om dit immuunsysteem op punt te stellen, te verbeteren of ook slechter te maken. Het water en de overige stressfactoren kunnen een rol spelen in de algemene conditie van de vis en kunnen ook een impact hebben op het afweersysteem. Dat heb ik in mijn vorige video's al meer besproken, zeker video's nummer 1 tot nummer 4. Vandaag hebben we het over de gatenziekte, hier te zien op deze Oscar-cyclide, Astronautus, deze vervelende gaten. Dit is een syndroom, ik noem dit geen ziekte, het is echt een syndroom, omdat het een schade is aan het zijlijnorgaan, in het Engels noemt dat, zoals ik zei, head and lateral line syndrome of erosion. Want het is een syndroom omdat we hier niet over één specifieke ziekte kunnen spreken. Hebben we nog niet kunnen ontdekken en zullen we nog moeten verder onderzoeken in de komende jaren, misschien met betere wetenschappelijke studies. De vissen hebben een zijlijnorgaan. Hier zien we dat zijlijnorgaan lopen op de zijkant van het lichaam. Is een sensory organ, een gevoelsorgaan. Belangrijk om de vissen in groep te laten zwemmen, zeker in scholen zwemmen. Gevoelen hebben met druk van het water. En dat loopt ook over de ronde ogen en over de kop van de vis. En hier tot aan de zijkant, aan de schub, aan de kiemdeksel. En zoals je hier ziet, daar zijn ook gaten gevormd. Die gaten worden dus gevormd in dat zijlijnorgaan dat dus hier rond deze vis zijn kop loopt en hier op de hoofd loopt. En dat ga ik nog in andere beelden ook u laten zien vandaag. Zoals hier in deze video van deze Uaro, Fernandepesi, hier zien we dus dat deze cyclide van Zuid-Amerika, een hele mooie dieren, hier met een erosie van de zijlijnorganen hebben, gaten in de kop hebben. Je ziet daar die witte gaten hier, rond het hoofd, rond het, op de kop. Juist op de plaatsen waar het zijlijnorgaan is, hier ook. Het zijlijnorgaan is geërodeerd, heeft dus erosie. Ook bij deze discus hier zal ik even aanduiden. Hier loopt het laterale lijnorgaan. Hier zien we ook al die gaten verschijnen hier. In het zijlijnorgaan en hier ook, die gaten worden groter hier. Ook het zijlijnorgaan dat hier loopt, dat zijn die gaten. En ook langzame erosie van het zijlijnorgaan hier. De beginfase zijn meestal enkele gaten die op de kop beginnen. Meestal op de kop, hier zoals deze discussie we hier, begint met 2, 3, 4 gaatjes. En dat zou u moeten opmerken zo snel mogelijk, want dan zal uw behandeling nog effectief kunnen zijn. Wacht u langer, dan zal het moeilijker worden. In de beginfase zien we een beetje schade, zoals hier dit gat, hier deze gaatjes hier van boven, en hier deze zijlijn die geërodeerd wordt. Het begint maar heel gering. Ook bij zeevissen zien we deze gaten verschijnen, hier al in verder vorderde stadia, hier bij deze blauwe doktervis, Paracanthurus, en bij deze Zebrasoma scopas hier ook deze gaten. Deze video zal het ook eens laten zien. Dit is een groot publiek aquarium dat ik heb gefilmd, waar bepaalde problemen waren met voeding en filtering, waar ik als consultant heb gewerkt. En we zien, kijk, zoals op deze blauwe dokter hier, zien we ook die zijlijnorgaan, die gaten in de kop. Hier nog zo één. Kijk, we gaan nog eens naar deze kijken. Hier rechts zien we deze hele kop is geërodeerd. Die zijlijn is geërodeerd, ook zoals op deze Zebrasoma. In de beginfase zien we wat bleke plekjes bij die zeevissen. De jonge vissen vertonen geen gaten. Hier we zien wat verkleuring hier. Hier zien we wat bij deze zeevissen wat zijlorgaan wat
wat problemen heeft. Er beginnen zo wat vlekjes te vormen rond de kop. En voor de rest zijn er nog niet veel gaten te zien. Bij grotere vissen, volwassen vissen, zien we veel duidelijker die erosie verschijnen. En dat heeft verschillende oorzaken die ik zo dadelijk zal bespreken. Hier bij deze Acanthurus achillis, deze gaten en ook dit zeilenorgaan zien we hier. Dus dat komt vooral bij het oudere volwassen vissen voor. In de meeste gevallen vinden we ook parasieten bij dit syndroom, dit gatenziektesyndroom. Bij deze discus hebben we heel duidelijk heel veel Spironucleus parasieten gevonden. Hexamita werd dat vroeger genoemd. En ook bij deze Chetodontoplus was een massale infectie van Spironucleus parasieten. En die vinden we in de darm van deze vissen. Hier een beeld van deze Paracanthurus. Zien er vrij goed uit, maar de vissen, elke dag was er een dooie. De vissen verbleekten en vermagerden in deze groep Paracanthurus hepatus. Onderzoek bleek hele felle hexamita-infectie in de darm. Ook deze apistogramma hier zien we een slijmerige slierd uitwerpsel hangen. Ook als we deze uitwerpselen zouden onderzoeken, kunnen we die Spironucleus-parasieten vaststellen bij microscopisch onderzoek. Dit zijn een paar duidelijke symptomen die kunnen wijzen op een parasitaire infectie genoemd Spironucleus. En in de darm ziet dat er zo uit, in de microscoop, ongeveer 300 vergroting, zien we duizenden van die kleine beestjes, van die parasietjes die hier draaien en keren en bewegen en ook de darmwand beïnvloeden, een hele negatieve, slechte invloed hebben op de darmwand, wat ik even zal uitleggen. Want wat doet die Spironucleus, die parasiet? Die veroorzaakt schade aan de vis, veroorzaakt niet de gaten in de vis, zal ik even erbij zeggen, verzwakken wel de vis en doodt uiteindelijk de jonge vissen. De parasieten zitten in de darm, ze beschadigen de darmwand, veroorzaken diarree en daardoor is er een beperkte voedselopname. Veel minder essentiële nutriënten of voedingsstoffen kunnen opgenomen worden. Een van de oorzaken dat daarmee het zeilenorgaan beschadigd wordt of verzwakt of erodeert. De parasieten maken ook gaten in de darmwand en kunnen daardoor rondzwemmen in het abdomen, de buikholte en in de organen, maar veroorzaken geen directe schade aan de zeilenorganen. Vissen verzwakken, jonge vissen sterven en oudere vissen kunnen er langer mee leven en kunnen dan ook gaten vertonen in het zeilenorgaan. Vermoedelijk een tekort aan vitaminen en mineralen. Er zijn meerdere aanwijzingen wat allemaal de oorzaak zou kunnen zijn. Vinden we wel eens wat parasieten in die gaten, in de kop van een vis of van een zeilenorgaan, dan is dat in de meeste gevallen te wijten aan het transportwater. Dat vol zit met van die parasietjes en die dan natuurlijk ook op het huid en in die gaatjes kunnen gaan zitten. De parasieten vinden we bij meerdere soorten terug, bij zeevissen en bij zoetwatervissen vinden we deze parasieten terug en het gatenziektesyndroom, dus de het en letter Lyme syndroom, hier een Geophagus, hier een Zebrasoma flavescens, gele dokter. En bij de zoetwatervissen vinden we dat vaak terug, bij maanvissen, scalaren of discusvissen, Biotodoma's, Uarus, Geophagussen, Apistogramma, Oscarcyclide, en andere cyclide, Afrikaanse cyclide, arowana's zelfs ook vinden we dat daar terug. Maar het zijn vooral bij cyclide dat we dit gaan terugvinden. Bij de zeevissen vinden we terug bij de zebrasoma's, de acanthurus, paracanthurus, de zanclus, de pomacanthus en de centropiezen en chetodontoplus soorten. Dus vooral in zeewatervissen de dokters en de keizersvissen. De oorzaken van dat hette- en letter-line-syndroom, dit gatenziektesyndroom, zijn verschillende factoren. En voor mij, in mijn onderzoek, vind ik heel vaak een slechte darmflora terug. En dat is soms veroorzaakt door een behandeling met antibiotica, kan een oorzaak zijn, of het voeren met levend of diepvriesvoer dat besmet is met pathogene bacteriën. Een slechte waterkwaliteit kan een oorzaak zijn, overbevolking, agressie en andere stress. Nieuwe vissen die binnenkomen in het aquarium en die ze reeds besmet waren met Spironucleus, kunnen dat doorgeven in het aquarium. De parasieten Spironucleus, die in de darm zijn, verzwakken de vis, verzwakken de algemene voedselopname, zoals ik al eerder uitlegde, zijn dus factoren. Secundaire bacteriële infecties die kunnen optreden, schade op de huid geeft dan risico dat ook bacteriën erop binnenkomen.
Ook hebben we in wetenschappelijk onderzoek of bepaalde resultaten in aquaria aangewezen. Ook tijdens mijn onderzoek in publieke aquaria vond ik vaak dat bij filtering over houtskool of filtering of behandeling van het water met ozone, er vaak gatenziekte-syndroom optrad. En dit was vooral te wijten aan het verwijderen van essentiële nutriënten die bij de zeevissen noodzakelijk zijn, omdat zeewatervissen water drinken. De preventie van deze gatenziekte-syndroom of parasieten Spironucleus, hier mooi te zien die grote gaten bij Enseverum, dit is eigenlijk al littekenweefsel, daar zal ik straks even nog over hebben. Het is niet meer te genezen, het is te ver gevorderd. Maar de preventie is: vermijd stress, zorg voor goede waterkwaliteit, goede filtering, doe heel regelmatig waterverversingen. Vermijd permanente filtering met houtskool of ozon, vooral in zeewateraquaria. Vermijd deze permanent, het is zeker niet slecht om af en toe te gebruiken. Vermijd overbevolking, zet nieuwe vissen in quarantaine. Vermijd voeren met pathogene bacteriën of geef minder levend of diepvriesvoer. Zie daarvoor op mijn video's nummer 8 en 9, waarin ik dat uitleg. Ik raad aan Dr. Bas leren BFish Food Garlic met look te voeren of onze BFish Food Professional Treat, die meerdere nutricamenten bevat die kunnen helpen, en onze nieuwe Lapacho, dat ook helpt als preventiemiddel. Wat wij willen doen bij een behandeling van Spironucleus en gatenziektesyndroom is de conditie van de vis verbeteren. De parasieten verwijderen of doden. De schade herstellen. Jammer genoeg gaat littekenweefsel niet weg. Dus handel snel, handel op tijd, waardoor u nog kan de vis perfect genezen. Goede waterverversingen moet je doen als je gaat behandelen. Doe een filteronderhoud als je gaat behandelen. Vermijd alle stress. Stop houtskoolfiltering, stop ozone. Gebruik medicatie. De medicatie zorgt dat de parasieten gedood worden. In dit geval kunt u metronidazole gebruiken of hexamor van Aquarium Münster. Gebruik een kuur van 14 tot 20 dagen met ons Dr. Basler Biersfood Lapacho. Want dit Lapacho bevat Lapachol. Dat is een extract van de Pau d'Arche, Tabebuya boom. Die nafotoquinones en benzofuran bevat dat de parasieten kan verdrijven. Ook look met allicine verdrijft de parasieten. En de chlorella algen hebben extra vitamine B12 en antioxidantiën die herstel van de gaten bevordert. Ook de probiotica pediococcus herstellen de darmflora, wat ook noodzakelijk is na de schade door die parasieten. Dus al deze middelen kunnen nu helpen om de vis te behandelen, maar doe het zo snel mogelijk. Dus een behandeling van de gatenzieken met voer en medicatie. Het Lapacho samen met de hexamor bijvoorbeeld. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van ons voer, waarin Garlic al meerdere onderzoeken heeft aangewezen dat het helpt tegen Spironucleus infecties en dat ons Lapacho gebruikt wordt ook voor het verwijderen van de parasieten. Allemaal, ook Lapacho zou een immunostimulerende functie hebben, dus alles tezamen een ideaal middel om uw vissen gezond te maken. Wij kunnen dus zelf acties ondernemen om onze vissen gezond te houden. Hippocrates zei het al, our food should be our medicine should be our food. Daarom bedank ik u ook vandaag voor uw interesse om een beter aquariaan te worden. En ik hoop u dat u ook de volgende video's van mij zult proberen te volgen. Ik dank u.